Amsterdam is een hele grote stad, maar wat belangrijk is om te weten dat er allemaal buurten zijn in Amsterdam. Zo woon ik bijvoorbeeld in Oud-West en dat is vrij centraal in Amsterdam. En wat mijn locatie heel leuk maakt is dat ik heel dichtbij het Raamplein, Leidseplein, Muntplein en Rembrandtplein woon. Dus bij het uitgaan is dat eigenlijk de route die je loopt. En dat maakt het heel erg leuk. Fietsen was in het begin wennen. Niet alleen omdat het koud is en omdat het kan regenen, maar ook omdat de afstanden heel lang zijn, kunnen zijn. Ik woon in het centrum en een beetje ten westen van het centrum en fiets dan wel een half uur naar het Science Park, wat in het oosten ligt. Dat was de eerste paar maanden best wel lastig, ik kwam helemaal bezweet aan. Dus ja, dan leer je, oké, dan ga je fietsen met een truitje minder of geen jas. Dan heb je het in het begin koud, maar je merkt dat de laatste kwartiertje dan wel fijner is en dat je niet bezweet aankomt op de universiteit. In principe is dat wel het langst wat je fietst in Amsterdam. Veel langer fiets je niet, omdat je natuurlijk de Albert Heijn om de hoek hebt, de bioscoop is dichtbij, het Centraal Station is ook niet heel ver. Dus eigenlijk is alles wel prima te bereiken met de fiets. En is het ook het beste, omdat natuurlijk het OV ook geld kan kosten.